Goedenavond, ik ben Wouter Duyk. Wouter Duyk is cognitief psycholoog. Hij vindt dat ons onderwijs de lat dringend een stuk hoger moet leggen als we willen dat onze kinderen in de wereld van morgen nog mee kunnen. Welkom bij Nachtwacht. Het gaat slecht met de jeugd van tegenwoordig. Dat zei zelfs de Griekse filosoof Plato al meer dan 2000 jaar geleden. Maar als ik Wouter Duyk moet geloven, is het deze keer menens. Vlaamse leerlingen doen het alsmaar minder goed op school. Welkom, Wouter Duyk. Goedenavond. Waaruit leid jij af dat het niveau op school daalt? Ja, de situatie is niet dramatisch. Vlaanderen heeft altijd een fantastisch onderwijs gehad. En we hebben een zekere historische reserve. En gemiddeld doen we het nog altijd redelijk goed. Maar, een hele dikke maar. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het de verkeerde kant uitgaat en dat de leerprestaties dalen. En er zijn verschillende factoren waaruit we dat kunnen afleiden. Ten eerste zijn duidelijk de internationale vergelijkingen. De OESO organiseert om de zoveel jaar testen waarin ze de prestaties van leerlingen in Europa vergelijken. Men heet dat de PISA-testen. En op die PISA-testen ziet men in het secundair onderwijs dat onze prestaties heel erg achteruit gaan. Als we bijvoorbeeld kijken naar wiskunde, is het zo dat het vandaag 9 maanden langer duurt vooraleer een leerling hetzelfde niveau bereikt dan 10 jaar geleden. Er zijn ook nationale tekenen. De KUL heeft uitstekende peilingstoetsen waarin men onderzoekt hoe doen onze leerlingen het wat betreft de eindtermen. Dus de eindtermen zijn de minimale doelstellingen die leerlingen moeten halen. Bijvoorbeeld als het om wiskunde gaat, hebben die peilingstoetsen aangetoond dat 1/3 tot 1/2 van de leerlingen die eindtermen, en dat zijn dus minimale doelstellingen, niet haalt. En 1/3 factor waaruit ik dat afleid, naast die PISA-studies en die peilingstoetsen, is ook de observatie dat die daling van prestaties op internationale vergelijkingen, dat die ook nog eens gepaard gaat in Vlaanderen met een daling van het aantal zittenblijvers. En op zich is een daling van het aantal zittenblijvers... Je zou denken dat er meer mensen blijven zitten als het niveau daalt. Inderdaad, inderdaad. Dus een daling van die zittenblijvers is op zich hoeft geen probleem te zijn. En inderdaad, bij Vlaanderen was dat percentage redelijk hoog. Maar als je natuurlijk tegelijk ziet dat de prestaties dalen en dat het aantal zittenblijvers daalt, dan is dat toch een duidelijke indicatie dat de scholen inderdaad die lat, de verwachtingen die aan leerlingen gesteld worden, toch wat lager gelegd. Je hebt in het verleden gewaarschuwd voor en aan de alarmbel getrokken dat als die situatie zich doorzet, dat je dat ook buiten de school zal merken, de nefaste gevolgen daarvan. Ja, absoluut, absoluut. Men mag niet vergeten, in Vlaanderen is het zo dat de koolmijnen dicht zijn, de meeste autofabrieken zijn verhuisd. We zijn een kenniseconomie. We zijn veroordeeld om een kenniseconomie te moeten zijn. En dat betekent dat we de enige grondstof die we vandaag nog hebben, onze grijze hersencellen, dat we die zullen moeten ontginnen. En we weten inderdaad uit onderzoek, macro-economisch onderzoek, weten we dat het cognitief niveau dat in het onderwijs bereikt wordt, dat een heel sterke link heeft met de welvaart van een samenleving. Men schat bijvoorbeeld dat als je erin slaagt om bij de beste leerlingen in de klas 1 IQ-puntje bij te creëren, en dat kan, IQ is voor een stuk maakbaar, dus als je erin slaagt om 1 IQ-puntje bij te creëren, dan is dat voor Vlaanderen op lange termijn geassocieerd met een extra bruto nationaal product. Dus iedereen is gebaat bij slimmere leerlingen? Ja, absoluut. Dat is geassocieerd met een bruto nationaal product dat bijna 3 miljard hoger is. Dus hoe komt dat? Wel, leerlingen die zich meer cognitief ontwikkelen, daarvan is de kans groter dat ze hoger onderwijs doen, dat ze misschien een onderneming starten, misschien een patent aanvragen, misschien een fabriek starten en misschien werkgelegenheid creëren. Dus die cognitieve ontwikkeling is echt de brandstof voor de welvaart van de hele maatschappij. Wat loopt er dan precies mis in die scholen? Dat is een complex probleem, maar er zijn, wat mij betreft, zijn de 2 grootste problemen 1.
Het feit dat die cognitieve vaardigheden steeds minder belangrijk gevonden worden, bijvoorbeeld als het gaat om begrijpend lezen in het lager onderwijs, hebben we gezien dat we daar nu de vierde laatste van Europa zijn. Vlaanderen, wat ooit zo trots was op zijn talenkennis, hè, moet landen als Litouwen, Bulgarije, Tsjechië laten voorgaan. En als we dan kijken naar dat onderzoek, dan zien we bijvoorbeeld dat de tijd die gespendeerd wordt aan lezen in het lager onderwijs, dat gezakt is op 10 jaar tijd van 15% van de onderwijstijd naar 9% van de onderwijstijd. Dus er komen alsmaar opdrachten bij. Hè. We moeten al eens een klimaatmars doen, hè, of er is al eens een workshop creativiteit. En die basiscognitieve vaardigheden die lijden daaronder. Dat is duidelijk het eerste probleem. En het tweede probleem, denk ik, is dat het, als het dan eens over die cognitieve vaardigheden gaat, dat we een compleet gebrek aan ambitie hebben. Presteren is vies geworden. Er zijn heel veel scholen die punten en gemiddelden afgeschaft hebben. Ook bij mijn hoogopgeleide vrienden zie ik heel vaak dat als een leerling een 6 op 10 haalt, dat oké is. Ik noem dat soms die zesjescultuur, waarin we leerlingen te snel tevreden. Ja, alleen nog proberen over die minimale lat te halen. En dan heb je met die leerlingen weliswaar geen grote problemen. Ze zullen een jaar niet moeten overdoen. Maar het probleem is dat je zo een immens potentieel laat liggen. Ja, wat ook opvalt in die PISA-onderzoeken is dat ook de beste leerlingen sterk achteruit gaan. Ja, absoluut. En dat is een groot probleem. Als je het onderwijsdebat van vandaag bekijkt, dan gaat het heel vaak over de staart van de klas. Het gaat over ongekwalificeerde uitstroom, het gaat over kwetsbare kinderen. En die verdienen zeker onze aandacht. Tegelijk heb ik een beetje het gevoel dat men alle emmers aan het gebruiken is om het water uit de kelder te scheppen, maar ondertussen staat het dak in brand. Bijvoorbeeld op PISA zien we dat we, als het bijvoorbeeld over wiskunde gaat, dat wij vroeger fantastisch presteerden. 34%, dus 1/3 van de Vlaamse leerlingen, die haalden een Europees topniveau wiskunde. Dat zijn echt de bollebozen die later ingenieur worden, patent aanvragen. Dat was 2003. Amper 12 jaar later hebben we in plaats van 1 leerling op 3 die een topper is, is dat nog 1 leerling op 5. Dus we zijn van 34% toppers naar 20% toppers gegaan. Dus we bloeden eigenlijk veel harder aan de top van de distributie, aan de top van de klas, dan in de staart. En dat is een probleem, omdat de wereld draait steeds sneller. Hè. Een economie van vandaag is niet meer een productie-economie, het is inderdaad een kennis-economie. Dat betekent dat we globaal moeten in competitie treden met landen in Azië, hè, waar het heel hard gaat, waar je die drive wel voelt. En elk klein beetje cognitieve ontwikkeling wat je laat liggen, heeft in een hoogtechnologische samenleving een immens effect, ja, hè, op je competitiviteit en op de welvaart die je kunt creëren. Een vrij somber beeld toch. Ik haal er iemand bij die minder pessimistisch is. Hij is socioloog en werkt aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de Leuvense Universiteit. Zijn naam is Orhan Agirdag. Welkom, Orhan Agirdag. Wouter Duyck maakt zich grote zorgen over het kwaliteitsverlies in ons onderwijs. Deelt u die zorg? Ja, ik wil gewoon eerst en vooral vermelden dat een dergelijke bezorgdheid over het onderwijs, dat iets is dat altijd terugkomt. 10 jaar terug was het daar ook, 20 jaar terug in de jaren 70. Al sinds Plato. Al sinds Plato. Dus dat is eigenlijk. Maar die onderzoeken liggen er niet om natuurlijk. Die hebben het over een evolutie over 9 à 10 jaar. En dan hebben we het over. En zelfs langer. Mm-hmm. En het is inderdaad volledig correct dat er in dalingen, de gemiddeldes, zijn met betrekking tot enkele vaardigheden die heel belangrijk zijn, zoals begrijpend lezen. Maar wat niet wordt vermeld, is dat er ook stijging aanwezig is op zaken zoals politieke kennis, op zaken zoals digitale geletterdheid en zo verder. En dat laat mij vermoeden dat er eerder in sprake is van verbreding van kennis wat op school gebeurt. Waar ik denk dat hij een volledig verkeerde diagnose stelt, is dat er sprake zou zijn van een laxisme, van een zesjescultuur, de lat die niet te hoog legt, aantal vrienden die gelukkig zijn met een 6. Dat is anekdotiek, dat is geen onderzoek. En ik denk dus dat de diagnose van minder tijd voor een stuk
correct is. Dat is één. Een tweede belangrijke verklaring hiervoor is dat we ook veranderingen in de samenleving krijgen. Bijvoorbeeld demografische veranderingen, meer kinderarmoede. Armoede heeft ook een implicatie op kwaliteit. Dus zaken die buiten het onderwijs gebeuren, zoals demografische ontwikkelingen, zoals een stijgende armoede, hebben ook implicaties voor wat scholen kunnen dragen. Dus ik denk dat die demografische evoluties die zijn een feit en die creëren zeker uitdagingen voor het onderwijs. Hè. Maar ik denk niet dat bijvoorbeeld migratie verantwoordelijk is inderdaad voor de evoluties die ik net schetste. Als het bijvoorbeeld gaat over die zesjescultuur, hè, dat duikt zeker op in persoonlijke verhalen van leraars. Maar er is ook onderzoek dat dat ondersteunt. De PISA-onderzoeken waar ik daarnet naar verwees bijvoorbeeld, die meten wat psychologen noemen prestatiemotivatie. Dus men gaat aan leerlingen vragen van hoe graag wilt u bij de top 5 van de klas zijn? Hoe graag wilt u later naar de universiteit? Hè? Wel, vandaag is het zo dat op die maat van prestatiemotivatie dat Vlaamse leerlingen daar de laagste score van heel Europa neerzetten. Daar zie ik toch een duidelijke bevestiging in, inderdaad, van dat aanvoelen dat die wil om te presteren, dat die tanend is. En die maat die gaat ook... Hoe komt dat volgens u, gebrekkige motivatie? Hij noemt dat gebrekkige motivatie, maar als je bijvoorbeeld naar de stellingen kijkt waaruit de PISA-schaal bestaat, dan zijn dat zaken zoals ik wil beter zijn dan al mijn andere klasgenootjes. Ik wil het echt beste zijn. En je ziet inderdaad dat Vlaanderen daar op echt laagste score is. Maar dan is het ook interessant om te kijken welke landen daar een topscore halen. Verenigde Staten is het allerhoogste. Dan komen er eigenlijk zaken zoals Mexico, Tunesië. Al die landen die qua cognitieve vaardigheden het laagste score halen, daar enorm hoog. Wat is er aan de hand? Wat meet dat volgens mij? Op landniveau heb je een Vlaamse cultuur van bescheidenheid. Wij zijn niet echt gericht om beter te zijn dan de rest. Voor ons is het goed. Doe maar gewoon. Ja, dus je ziet daar ook, doe maar gewoon, Nederland, Vlaanderen. Eigenlijk wat landen die zeer bovengemiddeld presteren, vinden zich niet noodzakelijk. Ik denk dat de schaal ook een stuk arrogantie meet. En wij zijn gelukkig niet zo arrogant. Wij willen niet noodzakelijk beter zijn dan de rest. Wij willen gewoon goed doen. En ook leraren, en dat vind ik nog het belangrijkste, als ik mag, nog belangrijker dan wat er zogezegd bij leerlingen zou spelen, dat zij de lat laag zouden leggen. Als je de cijfers erbij neemt, dan weet je dat 75% van leraren kampt met stress. Burn-out lijkt een grote probleem. Over de leraren gaan we het straks hebben. Ik wil even naar uw eigen onderzoek. Mm-hmm. Dat gaat niet zozeer over kwaliteitsverlies, wel over gelijkheid-ongelijkheid. En dat zijn ook geen mooie resultaten. Nee, en ik denk dat dat een van de belangrijkste problemen is. Ongelijkheid tussen verschillende sociale lagen in de bevolking, tussen... Wij scoren daar... Ook, wij zitten daar ook aan de staart. Ja, als je naar de kloof kijkt tussen wat leerlingen uit rijkste families en armste families doen, of als je naar de kloof kijkt tussen wat leerlingen met een migratieachtergrond en autochtone leerlingen doen, dan moet je eigenlijk vaststellen dat ongelijkheid bijna nergens zo groot is als bij ons in de wereld. En dat is voor mijn part ook onmiddellijk gelinkt aan een vraagstuk met betrekking tot kwaliteit. Want waarom? Wat blijkt eigenlijk in de meeste landen die hoge prestaties neerleggen? Dus ik ben volledig voor die hoge gemiddelden, ik ben volledig voor die bollebozen. Maar die blijken ook vooral landen te zijn waar ongelijkheid minder uitgesproken is als bij ons. Met andere woorden, je kan een systeem hebben waarbij hoge prestaties worden verbonden met lage ongelijkheid. En daarom is het ook enorm belangrijk om ongelijkheden in het onderwijs zo snel mogelijk weg te werken. Dat zal ons meer kwaliteit opleveren. Waarom hebben wij het zo moeilijk om kansarme leerlingen goed te laten presteren? Well, maar voor mij is dat hele verhaal van gelijke kansen is helemaal niet tegengesteld met mijn verhaal van ambitie. Sociale mobiliteit gebeurt niet in de staart van de klas. Het zijn uitgerekend kwetsbare jongeren die het meeste baat hebben bij een school die de lat hoog durft leggen.
ouders die hoog opgeleid zijn, als het dan op school wat minder hoeft, hè, die zullen inderdaad hun kinderen de nodige stimulatie geven. Dus naar de bibliotheek, naar een museum gaan. Het zijn uitgerekend kansarme en taalarme kinderen, hè, die het meest baat hebben bij hoge verwachtingen. We weten uit onderwijskundig onderzoek dat de beste voorspeller van het niveau wat een leerling uiteindelijk bereikt, zijn de verwachtingen die je aan leerlingen stelt. En ook in die kansarme milieus zit talent. En het is talent wat we vandaag inderdaad veel te veel niet ontkennen. Maar sociale mobiliteit gebeurt niet in de staart van de klas. Je haalt iemand niet uit een kansarm milieu door te zeggen, het hoeft wat minder en hier is uw diploma. Nee, iemand is sociaal mobiel omwille van de vaardigheden, de cognitieve vaardigheden, die men in het onderwijs opgedaan heeft. En wat is er mis met dezelfde intellectuele eisen opleggen aan mensen uit zwakkere sociale milieus? Daar is absoluut niets mis mee. Dat is een van de pleitsadviezen die ik zou meegeven. Zet de verwachtingen hoog en zorg dat je inderdaad geen lage verwachtingen hebt van leerlingen uit arme milieus of anderstalige leerlingen enzovoort. Dus ik ben het er eigenlijk volledig mee eens. Maar dan moet je wel eerst erkennen dat ongelijkheid, dus tussen die verschillende sociale lagen, een belangrijk probleem is. En wat we vandaag zien is dat kansarme leerlingen veel vaker dan kansrijke leerlingen leraren hebben die ten eerste minder ervaring hebben en daardoor ook grotere kans hebben om uit te vallen. En net zoals in elke beroep word je beter met tijd. Ervaren leraren halen meer leerwinst dan beginnende leraren. Dat is logisch. En wat zien we vandaag? Dat de moeilijkste scholen met heel veel kansarme leerlingen net heel vaak beginnende leraren zijn waar ook een grote uitval is. Ik vind die discussie over gelijkheid wel een belangrijke. Het is de oorsprong van het publiek onderwijs. Hè. Liberalen zoals John Locke die wilden net publiek gefinancierd staatsonderwijs om er inderdaad voor te zorgen dat de arbeiderszoon of de boerenzoon ook onderwijs kon genieten en niet enkel de kinderen van de adel. Dat is die befaamde égalité die in onze verlichtingsgedachte zit. Alleen vind ik dat die gelijkwaardigheidsgedachte die niemand betwist. Ook ik vind dat de portefeuille van een vader of een moeder geen impact mag hebben op leerprestaties. Maar als je wil dat een arbeiderskind sociaal mobiel is, dan moet je zorgen dat het in de Latijnse geraakt en niet de Latijnse afschaffen. Hè? Jullie vinden allebei dat de dingen voor verbetering vatbaar zijn. De voorbije halve eeuw zijn al vele pogingen ondernomen om ons middelbaar onderwijs te hervormen. Hier volgt een beknopt overzicht. Een kleine waarschuwing, u moet wel bij de les blijven. 1970. Hoera, het onderwijs wordt hervormd. In het vernieuwd secundair onderwijs verdwijnen de muren tussen de studierichtingen. In de eerste graad maken alle leerlingen kennis met alle studiegebieden voor ze een keuze maken. Helaas, een deel van het katholiek onderwijs verzet zich tegen deze hervorming. In 1989 wordt het VSO afgevoerd. 2004. Hoera, het onderwijs wordt hervormd. Uit jaren studiewerk van de Koning Boudewijn Stichting blijkt dat de muren tussen de studierichtingen moeten verdwijnen. Er moet een brede eerste graad komen waarin de leerlingen kennis maken met alle studiegebieden, voor ze een keuze maken. Helaas, na protest van de vakbonden, komt de hervorming bij een commissie terecht. 2010. Hoera, het onderwijs wordt hervormd. Minister Pascal Smet wil dat de muren tussen de studierichtingen verdwijnen. Er komt een brede eerste graad waarin de leerlingen kennis maken met alle studiegebieden voor ze een keuze maken. Helaas, na zware kritiek van vooral de N-VA wordt het voorstel afgezwakt. Leerlingen kiezen nog steeds op hun 12e en de schotten tussen ASO, TSO en BSO blijven bestaan. Orhan, iedere keer opnieuw probeert men die brede gemeenschappelijke eerste graad in te voeren en de studiekeuze uit te stellen. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, dat het een manier is om ongelijkheid te versterken. Dus, je bedoelt door al in het eerste jaar middelbaar de keuze te laten maken? Ja, dus dat blijkt een manier waarop dan ongelijkheid kunstmatig wordt verhoogd en eigenlijk het zogenaamd watervalsysteem in de hand werkt. Als je leerlingen opdeelt, en zeker in Vlaanderen waar je niet echt een heel objectieve maatstaf hebt om te weten wat leerlingen eigenlijk
kunnen, dan gaat dat vaak ten koste van sociaal zwakkeren die worden georiënteerd naar lagere studierichtingen. En ook omgekeerd leerlingen uit sociaal elites die al heel zwak moeten zijn om te om naar beroepsonderwijs te georiënteerd te worden. Het is een dubbele beweging die je daar krijgt, waarbij je dus... En dan eens dat je een theoretisch minder uitdagend curriculum krijgt... Herkent u dat? Dat fenomeen? Vlaanderen heeft zeker een probleem met studieoriëntering. Er zijn te veel leerlingen die inderdaad een verkeerde richting maken. Die bijvoorbeeld in het ASO beginnen en die dan nadien inzien van ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Dat is zeker een probleem. Alleen vind ik, als je ziet dat je een probleem hebt van studieoriëntering, dan moet je daaraan werken en moet je die studieoriëntering versterken. En niet gewoon de keuze 2 jaar uitstellen, ondertussen niks doen en dan hopen dat het probleem vanzelf opgelost is. De negatieve perceptie... U zegt niks doen, maar dus 2 jaar kennis maken met vakken die je anders nooit zou... nooit kennis zou hebben. Elke leerkracht zal u kunnen vertellen dat op het einde van het 6e leerjaar dat de spanning en de interesses en de vaardigheden van leerlingen op het einde van het 6e leerjaar al zeer groot is. Hè. Kinderen verschillen. Weet je op zijn 12e niet of een kind eerder talen, eerder wiskunde gericht is? Ik kan over mijn eigen ervaring spreken. Ik dacht... van heel veel vakken, dat het eigenlijk saaie boel was en dat het echt niets voor mij was. Gelukkig ben ik dan daarmee in contact gekomen en uiteindelijk heb ik bijvoorbeeld geopteerd voor Latijnse, dat iets prachtig bleek. Mm. Ik dacht eigenlijk dat ik dat moest doen. En volledig. Dus op het moment dat je leerlingen al segregeert, nog voor ze ooit daar van een vak echt gehoord hebben, ja, hoe moet je ooit die interesse dan terugkweken? Je moet dus die studieoriëntering versterken. En ik ben het volledig eens met u dat een probleem in onze oriëntering wel is dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van objectieve maatstaven. Het is inderdaad een feit dat klassenraden, dat sociale bias, daar een rol kan in spelen. Maar daarom pleit ik net voor een systematischer gebruik van inderdaad metingen van interesses en cognitieve vaardigheden om leerlingen beter te oriënteren. En dat komt in eerste instantie die kansarme leerlingen tegemoet. Mm-hmm. Het is inderdaad zo dat er mensen zijn die zeggen van de Latijnse, dat is niks voor ons. Wel, je moet ervoor zorgen dat een getalenteerd kind die een interesse heeft in Latijn en die ook een zeker cognitief abstractieniveau heeft om die taal te leren, dat het in de Latijnse geraakt. En niet de Latijnse afschaffen. Je hebt het watervalsysteem. Om even binnen het water te blijven, er is ook het zalmsysteem. Leg dat eens uit, want het staat er eigenlijk haaks op. Ja, dat wordt dan zalmmodel, omdat zalm tegen water ingaat. Tegen de stroom in. Ja. Bijvoorbeeld in Nederland zie ik dat, waar ik ook voor aula's sta die veel meer gekleurd zijn en veel diverser zijn. Heel veel van die studenten hebben een soort zalmtraject gelopen om dan Vlaamse termen te gebruiken. Begonnen zijn in het beroepsonderwijs en uiteindelijk zijn geëindigd in ASO. Dat is een Nederlandse onderwijssysteem. Een hogere richting uitgegaan zijn. Dus waarbij je eigenlijk mogelijk is om te accumuleren, om theoretische, sterkere lichtingen in te gaan. Mm-hmm. Wij doen het omgekeerde. Wij laten leerlingen maar zakken en zakken. En dat is voor mij een suboptimale keuze. Wij zouden inderdaad, denk ik, moeten werken aan een systeem waar leerlingen ook kunnen omhoog klimmen en in interesse die later komt bij heel veel leerlingen, om hen meer kansen te geven in het onderwijs. En als dat in Nederland kan, waarom in Vlaanderen? Een klassiek probleem met die zalmsystemen vind ik dat men te snel voorbij gaat aan het cumulatief, aan het opbouwend karakter van kennis en vaardigheden. Als je vooropstelt dat leerlingen op elk ogenblik in het leertraject moeten kunnen veranderen van richting, dan betekent dat je in al die richtingen de deur op een kier moet houden en dat je dus inderdaad wat minder snel moet gaan. Je wil alle deuren een beetje open houden en daarom gaat men maar wat minder snel. Iedereen krijgt alles,
maar op een beetje lager niveau. Exact. En is dat zo? Ik wil ook nog heel kort even zeggen dat... Mag ik eerst op dit punt een antwoord? Is dat zo, meneer Aguirre? Geen enkel Vlaams onderzoek wijst dat uit, dat daar een zekere mate van kwaliteitsverlies zou zijn. Dat is alle Vlaams onderzoek die hierover uitgevoerd is en gepubliceerd is in internationale vaktijdschriften, zijn daar unaniem over eens dat het niet betekent dat er gemiddeld kwaliteitsverlies is, maar dat er wel te winnen valt op vlak van gelijkheid. Ik kan niets anders doen dan mijn collega's die hierover wetenschappelijk onderzoek doen, en dat ben ik zelf ook niet, die daarover publiceren en hun werk eigenlijk te vertrouwen. Er kan uiteraard geen Vlaams onderzoek zijn die het effect van het Vlaamse systeem onderzoekt, omdat je daarvoor moet vergelijken met andere systemen. En ik wil ook nog even terugkomen op de achterliggende redenering daar. Ik vind het ook heel vreemd dat men in ons onderwijs altijd het volledige systeem, en in dit geval de structuur en de studiekeuze, afstemt op waar er een probleem is, op mensen die een verkeerde keuze maken. Ik vind dat je op een bepaald ogenblik, als je weet dat de wereld een systeem is waar kennis heel competitief geworden is, dan vind ik dat je systeem moet durven organiseren naar die meerderheid van gevallen waar het goed gaat. Duidelijk punt. Ik ga er iemand bij halen die alle hoeken van het pedagogische strijdperk kent. Ooit stond ze zelf voor de klas als leerkracht zedeleer. Sinds 10 jaar is ze de afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs. Haar naam is Raymonda Verdijk. Welkom, Raymonda Verdijk. Wouter Duyk vindt dat onze scholen stilaan te lax zijn en te weinig vragen van de leerlingen. Heeft hij een punt? Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk zelf niet ervaar. Ik ga heel veel naar scholen. We zijn volop bezig met de modernisering van het secundair onderwijs die op 1 september van start gaat. Integendeel zou ik zeggen, onze leerkrachten zijn ongelooflijk bezorgd en begaan om de nieuwe eindtermen, die de lat behoorlijk hoog leggen, om die te kunnen realiseren samen met hun leerlingen. Mm-hmm. Dus ik zou absoluut niet durven zeggen dat onze leerkrachten de lat te laag leggen. Dat betekent natuurlijk dat we moeten durven kijken naar de wijze waarop we in ons onderwijs te werk gaan. Wij zijn een heel groot voorstander van die sterke differentiatie, veel meer maatgericht werken met jonge mensen. En dat betekent dat je ook moet durven kijken naar hoe je een klas en een school organiseert. En we zijn heel sterk aan de slag met teamteaching, zodanig dat je dat ook schoolorganisatorisch team mogelijk... Teamteaching? Wat dat betekent dat? Dat je met meerdere leerkrachten voor 1 klas staat, zodanig dat je ook de tijd en de ruimte krijgt, doordat je samen voor een groep verantwoordelijk bent, om veel maatgerichter te gaan werken en die groepen te ondersteunen die het extra nodig hebben, of die groepen die net wat extra uitdaging nodig hebben om die mogelijkheid te bieden. Mm-hmm. Ik wil even iets op tafel gooien. De examens centraal laten opstellen. Mm-hmm. Dat kennen we eigenlijk niet in dit land. In veel andere landen gebeurt dat wel. Dat elke leerling van het eerste of tweede, derde middelbaar over het hele land gewoon dezelfde examenvragen krijgt. U bent daar een groot voorstander van. Absoluut, absoluut. In Vlaanderen is er eigenlijk een heel vreemd fenomeen. Als we kijken naar PISA, dan is het zo dat nergens anders leerlingen meer toetsen afleggen dan hier. Dus leerlingen doen ongelooflijk veel examens. Hè? Maar tegelijk zijn we dan het enige land wat geen centraal examen heeft, wat geen toets heeft georganiseerd door de overheid. Dat komt omdat wij historisch gezien een grote vrijheid, een grote autonomie hebben voor onze koepels en onze netten. En dus verantwoordelijkheid geven aan die structuren om zelf het onderwijs te organiseren, maar ook om de evaluatie te doen. En ik vind dat als je merkt dat alles goed gaat, dan vind ik dat je niet te veel regels en controlesystemen moet installeren. Maar als je ziet vandaag dat het de verkeerde kant uitgaat, dan denk ik dat de overheid, in ruil voor 1/3 van het belastingsgeld, wat het onderwijs gebruikt, best wel zo'n centraal examen mag opleggen. Men weet uit onderzoek dat Met zo'n centraal examen controleer je eigenlijk niet alleen het niveau van de leerlingen, maar tegelijk ook van de school. En men ziet dan typisch dat scholen hard aan de leerlingen aan de bovenkant gaan trekken, maar ook aan de leerlingen in de onderkant. Het is iets waar wetenschappers zijn die zowel die sociologische doelstellingen nastreven als de cognitieve het typisch over. Mevrouw Verdijk?
centrale toetsing is in die zin voor ons absoluut geen oplossing die gaat aantonen of we nu goed bezig zijn of niet. Men gaat een aantal metingen doen. Terwijl we een heel schoon jaar aan de slag gaan met de leerlingen om te zorgen dat ze die eindtermen kunnen bereiken. Ja, een centrale examen waar je mensen dus op afrekent, waar je bijvoorbeeld zegt, zoals je dat ooit hebt voorgesteld, om scholen daarmee openbaar te ranken en een lijstje te zetten. Daar is er een 5 en daar is er een 4. Wat gebeurt er dan? Leraren die onder een stress komen of leerlingen die onder stress komen, gaan zich niet meer richten op datgene wat we willen dat ze zich bereiken, maar wat er in een toets staat. Teaching to test heet dat in literatuur. Dat is waardoor er een vernauwing van curriculum ontstaat op aantal kenmerken. Maar in andere woorden, maar in een goed onderwijs is teaching to the test, als het een goede test is, net de teaching die je wil. Hè? En mevrouw, de test kan nooit de teaching van de test. Ja, is altijd Maar het is vreemd dat men poneert dat een test nooit een goede test kan zijn. Maar diezelfde aanname maakt men wel voor examens. Maar mag ik even toch een andere groep inbrengen waar wij het in dit debat en ook toen ik mee aan het luisteren was, heel erg over hebben. Dat gaat over die leerlingen die cognitief abstract sterk zijn. We hebben een heel brede groep van leerlingen in onze scholen. Je hebt leerlingen die leren met het hoofd, maar je hebt evenveel leerlingen die leren met de handen. We moeten zorgen dat als we het over onderwijs hebben, dat we de breedte van al de jonge mensen die in onze scholen aanwezig zijn en niet een bepaald percentage dat niet immens groot is, alleen maar gaan bekijken. Net zo goed als we moeten zorgen dat iedereen mee over de lat geraakt die ze kunnen bereiken. Dat is voor ons het fundament. Elke jonge mens moet kansen krijgen in het onderwijs volgens de mogelijkheden die hij heeft. En dat betekent dat we ook moeten uitdagen binnen die mogelijkheden die ze hebben. En we moeten zorgen dat iedereen zijn plek in de wereld krijgt en na het onderwijs. Daar ben ik het volledig mee eens. Hè? Maar ik wil ten stelligste tegenspreken dat mijn pleidooi voor cognitieve ambitie, dat dat een ASO-verhaal is. Mijn pleidooi voor cognitieve ambitie is een pleidooi voor ambitie en cognitie in alle vormen van het onderwijs. Hè. En u heeft gelijk. Kinderen hebben verschillende interesses en vaardigheden. Hè. Maar een kind dat in een garage terechtkomt en automechaniek studeert, wel, ik kan u vertellen vandaag dat dat niet eenvoudig is. Hè. Dat cognitief moeilijke vaardigheden zijn. Dus het verhaal voor cognitieve ambitie is helemaal geen ASO-verhaal. We weten heel duidelijk uit onderzoek dat ook eerder praktisch uitvoerend georiënteerde jobs, hè, dat de carrières, dat de salarissen die kinderen genereren, hè, dat die heel sterk samenhangen met het niveau van cognitieve ontwikkeling. Hè. Dus ik vind uitgerekend in het TSO en het BSO moet je ook heel erg naar cognitie durven streven. Dus dat is absoluut geen ASO-verhaal. Dat heb ik ook niet gezegd, maar ik heb het over de toetsing waar men op bepaalde componenten gaat inzetten, terwijl uiteindelijk de breedte van de leerling daarin moet gevat worden. Ik wil het even over de leraren hebben. Ik las onlangs een hallucinant cijfer. Namelijk dat 44% van leerkrachten die eraan beginnen, er binnen de 5 jaar de brui aangeeft en uit het onderwijs weerstapt. Dat is toch niet voor te stellen, mevrouw Verdijk? Dat is een heel grote bekommernis. We hebben dat is de helft, twee, goed als de helft. Maar we hebben twee grote zorgen als het over leraren gaat. Eén, de instroom in de lerarenopleiding die jaar in jaar uit achteruit gaat in aantallen. En we gaan heel veel mensen nodig hebben. De demografische evolutie is al naar verwezen. Er komen meer en meer leerlingen in ons onderwijs terecht. Er is groei in de populatie. En we hebben het nu al moeilijk om voldoende leerkrachten te vinden op dit ogenblik. Mm-hmm. Dus dat is een heel grote bekommernis. En dan daaraan gekoppeld wat u zegt van inderdaad een heel grote uitstroom. Waarom geef van een aantal. Er zijn denk ik heel wat redenen. Een eerste reden, het is iets waar wij ook al heel lang voor pleiten, dat is zorgen dat jonge mensen die instappen een volwaardige tewerkstelling hebben. Dat is een eerste probleem dat zich stelt, dat men nog dikwijls van hot naar her wordt gestuurd. Niet altijd een volwaardige opdracht. Ook niet datgene kan doen wat men graag wil doen. Dat is zijn leerlingen laten ontwikkelen en dat ook kunnen volgen. Dus zorgen dat je een volwaardige tewerkstelling hebt, is een belangrijke.
tweede component, en dan kijken we ook een stuk naar de lerarenopleiding om daarmee oplossingen te bieden, is dat voor die jonge mensen het toch inderdaad vaak nog een grote cultuurschok is wanneer ze effectief in dat onderwijs terechtkomen. Er is daar straks al naar verwezen. Je hebt vooral de jonge, minder ervaren leerkrachten die in die scholen terechtkomen met veel meer kansengroepen. Ze zijn daar eigenlijk niet goed op voorbereid en goed toe opgeleid. En wij pleiten in die zin, en we maken onze memoranda voor de toekomstige regering, dat eigenlijk een leraar, een aspirantleraar, dat die effectief ook in zijn opleiding echt gaat deel uitmaken van een schoolgebeuren, een schoolcultuur, en effectief ook in aanraking komt met die grote diversiteit die er in onze scholen namelijk. Wat dat laatste betreft, het creëren van een eigen schoolcultuur, zijn er een paar interessante initiatieven. In Sint-Amans bijvoorbeeld hebben enkele onderwijsspecialisten en geëngageerde ouders LAP opgericht. Een onafhankelijke school die het anders wil aanpakken. Wij gingen een kijkje nemen. Onze schooldag begint om 8:50, maar we hebben geen schoolbel. Dus de kinderen komen toe, pantoffels aan en klaarzitten om te beginnen werken. Dit zijn de leerlingen van het eerste middelbaar. Die starten de dag met wat wij Lab at Work noemen. Lab at Work kan heel verschillend zijn qua leeractiviteit. Er zijn momenteel spreeklabs aan de gang. Am I a dog? Am I? A dog? No. Am I an animal? Er zijn ook leerlingen die eigenlijk zelf een planning maken en die een leeractiviteit een zelfstandig aansturen. En hier komt de schel naar binnen. Wij bieden onderwijs aan waarbij we theoretische, ervaringsgerichte en persoonlijke kennis aan elkaar koppelen, waardoor we heel hard kunnen inzetten op goesting. Kinderen goesting doen krijgen om te leren, kinderen laten zien waarom het belangrijk is om zaken te leren. Bij mij, ik merk dat bij mezelf heel hard bij wiskunde op mijn vorige school. Ik was er nu nipt door, maar toch zo zesjes, zevens. En ik dacht van mezelf, ik ben super slecht in wiskunde, maar nu hier. Ik verdiep mij liever in wiskunde. Bijvoorbeeld mijn vorige school, waarom in godsnaam zou ik ruimtemeetkunde moeten kennen? Nu hier, wij passen dat op dit moment toe in architectuur en dat vind ik heel interessant. En gecontroleerd dat alles gemaakt is? Van vorige week is alles af. Voor de vakken waar je bijvoorbeeld beter in bent, dan word je ook meer gepusht om verder daarin op te gaan en beter te worden in zo, dat je beter uittypen, dat je bijvoorbeeld in een extra oefening dat iets moeilijker is dan de rest. Dus eigenlijk word je altijd beter in een bepaald ding. De leerlingen zitten nu in silence. De bedoeling is dat ze hun plan trekken, dat ze geen vragen stellen en op die manier leren om heel gefocust te werken. Kinderen maken op basis van een individueel rooster en een studiewijzer een planning. Waar dat ze eigenlijk dag per dag gaan zeggen van, ah voilà, ik heb bijvoorbeeld 100 minuten silence. Tijdens de silence ga ik aan die opdrachten werken. Ze weten dat het zondagavond moeten de taken ingediend worden. Maar wanneer dat ze aan wat werken, dan mogen zij volledig zelfstandig kiezen. Op dit moment zijn de leerlingen sport en spel aan het doen. Dat zorgt ervoor dat ze echt hun hoofdjes kunnen leegmaken en dat ze het komende uur terug heel hard aan de slag kunnen gaan. Kantelpunt gebeurt hier. Wij staan al heel lang in het onderwijs en wat wij zagen was dat er enorm veel fantastische leerkrachten rondlopen. Enorm veel mensen met heel veel expertise, met heel veel kennis. Met heel veel goesting op om kinderen te laten zien waarom dat hun vak zo belangrijk is en wat ze met dat vak kunnen doen. En vandaar dat we dachten, oké, we smijten gewoon eens alles door elkaar. We beginnen helemaal opnieuw. We stemmen onze organisatie zo af dat het voor leerkrachten mogelijk is om samen te werken, om vakken samen aan te bieden. Dus we hadden gezegd dat we voor het maken van een chatbot voor Messenger, dat we daar Facebook voor nodig hebben. De leerstof is interessanter. Ik ga liever grager naar school eigenlijk dan op mijn vorige school. Want op mijn vorige school was het elke dag op de schoolbanken, bijna elke les in slaap vallen vooral.
En nu dat ik hier zit, is het gewoon... Ik wil mij verdiepen in de leerstof. Ik doe het ook liever. Wouter, veel breder kan je niet gaan. Van houtbewerking tot meetkunde, tot hoe Facebook en Messenger werken. Dat ligt heel ver van het klassieke onderwijs. Is dit voor jou het einde... Ja, inderdaad. Van de beschaving? Well, ik kan me moeilijk uitspreken over dit specifieke initiatief natuurlijk, wat ik niet ken, maar het doet me, ik ken natuurlijk wel die evolutie. En in algemene termen vind ik inderdaad het best wel amusant dat er elke maand wel een school is die meent opnieuw te moeten uitvinden hoe je leren het best organiseert. En de reden die je daar dan meestal voor hoort is, ja, maar onze maatschappij is veranderd. Natuurlijk is onze maatschappij veranderd, maar de manier waarop ons brein werkt is niet veranderd. Onze hersenen zijn nog altijd dezelfde als die van 100 jaar geleden. En we weten heel duidelijk uit onderzoek dat de principes waarlangs we het best leren, dat nog altijd dezelfde principes zijn van 30 jaar geleden. Dat is directe instructie, dat is feedback, dat is herhaling. En natuurlijk kan je dat in een modern kleedje steken. En kan je best gebruik maken van een krantenartikel of social media. Maar de onderliggende principes zijn helemaal niet veranderd. En we zien ook duidelijk in onderzoek, men noemt dat dan heel vaak leerlinggericht leren, waar de leerling centraal staat. Een beetje de naïeve idee van Rousseau, als je een kind vrijlaat, dan komt het vanzelf tot volledige ontplooiing. We zien heel duidelijk in onderzoek dat landen die vaker leerlinggerichte methoden gebruiken, dat die lagere leerprestaties opleveren. Ik verzet me een beetje tegen de idee dat alles onmiddellijk leuk moet zijn. Als je wiskunde lesgeeft, dan moet daar onmiddellijk de toepassing naar architectuur bij. Ik ben het daar niet mee eens. Het mag soms een beetje moeilijk en abstract zijn. Ja, uiteraard. Ik denk, er is hier al heel veel gezegd over kennis. En het is ongelooflijk belangrijk dat we jonge mensen kennis meegeven. Dat is de logica zelf. Als we zien, er is daar straks verwezen naar de spijbelende leerlingen voor het klimaat. Als je geen kennis hebt, dan kan je ook geen positie innemen, kan je ook geen concrete visies gaan ontwikkelen. Dus maar heb jij iets in het filmpje gezien waarvan je denkt dat kan ik meenemen? Daar kunnen wij iets van opsteken? Wat bijvoorbeeld? Absoluut. Van ervoor te zorgen dat inderdaad leerlingen op een fijne manier leren dingen ontdekken en kennis meekrijgen. Het is zorgen dat je een goede mix hebt van de twee, maar er vooral voor zorgen dat je inderdaad leerlingen ook een aantal dingen laat zien wat dat concreet betekent. Want ik ben het niet helemaal eens als het over de wijze waarop we ons onderwijs inrichten. En ik zeg het soms een beetje in een scherpe uitdrukking. We moeten eens goed nadenken hoe we met onze leerlingen vandaag de dag elke week omgaan. Die hebben elke maandagochtend bijvoorbeeld van 9 tot 10 Nederlands, van 10 tot 11 wiskunde, van 11 tot 12 Frans, van 12 tot 1 nog iets anders. Elke week datzelfde ritme opnieuw. Na 50 minuten moeten ze schakelen naar een ander lesprogramma. Ze zijn nog aan het verwerken wat ze het lesuur ervoor gekregen hebben en moeten zich al schakelen op iets anders. Dat is wat ik ontdek in een school zoals degene die we gezien hebben, dat men op een andere manier met dat leer- en verwerkingsproces omgaat, zonder, als ik nog even mag, de instructie te vergeten. Want instructie is en blijft belangrijk, maar tegelijkertijd moeten we ook aansluiting vinden bij die jonge mensen, dat ze motivatie en goesting blijven houden om zich te ontwikkelen en om te leren. Wel, enerzijds... Dit behoort wat mij betreft tot pedagogische vrijheid. Zolang we kunnen eindtermen stellen en zolang als de scholen erin slagen om via ervaringsgerichte manieren om aan de eindterm te werken, fine, wie zijn wij om daarop te Maar dat klinkt alsof u er vragen bij heeft. En het probleem is... Ik probeer de leerlingen te zien en ik zag eigenlijk... Ik weet niet of het representatief is voor waar de school gelegen is, maar heel veel welsprakende witte leerlingen. En dit is iets dat je toch vaak ziet in vernieuwende methoden onderwijs, hoewel ik dus met heel veel sympathie sta ten opzichte van wat ze proberen, dat eigenlijk opnieuw in manier is om sociale ongelijkheid en sociale uitsluiting mogelijk te maken. Het bevordert segregatie, zegt u? Als dat... Ik wil mij eigenlijk niet uitspreken over individueel geval zonder het eerst te bestuderen. Dus het gaat niet over school die we net gezien hebben. Maar we zien in vernieuwingsonderwijs toch eigenlijk een clustering van elite
kinderen, niet in alle methodescholen, niet in alle vernieuwingsonderwijs, maar een risico bestaat dat inderdaad niet wordt gezien als degene voor volksmensen zijn. Omdat het onaantrekkelijk is voor andere ouders of omdat ze op een subtiele manier geweerd worden? Ik denk een combinatie van factoren, maar... Mevrouw Verdijk heeft Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik kan verschillende scholen binnen ons net, binnen het GO, aanduiden waar men met al de kleurrijkheid die er in onze samenleving is ook op dit soort vernieuwend onderwijs inzet. Precies om ook tijd en ruimte te hebben om meer ondersteuning te bieden voor die leerlingen die het nodig hebben, maar ondertussen ook de tijd en de ruimte te creëren voor diegenen die al een stuk verder staan, om die daarin de mogelijkheid te geven om verder dingen te blijven ontdekken. Dus het is zeker niet een systematiek om alleen maar witte kinderen of scholen in segregatie, integendeel, en het zou mij persoonlijk ook hard raken, mocht men dat als visie daar rond hebben. Maar het is zoeken naar aansluiting bij... Ja, ik ben het met jou eens dat onze hersenen misschien niet veranderd zijn, maar de wijze waarop jonge mensen informatie krijgen is niet meer zoals in mijn eigen schooltijd, alleen binnen de school. Ze krijgen langs alle kanten extra informatie en daar kan je als school niet naast gaan. Je moet daar iets mee doen, je moet dat benutten en je moet ook zorgen dat je vanuit die wereld die anders is dan toen ik zelf op de schoolbanken zat, dat we daar effectief ook leerlingen bij de les houden en hen ontwikkelen en hen vooral heel veel goesting in levenslang leren bijbrengen op die manier. Absoluut, maar dezelfde bekommernis die we hebben als het om smartphones gaat, dat leerlingen inderdaad korte aandachtspannen hebben. Hè. Heel veel mensen zijn daar bezorgd om. Ik vind het heel vreemd dat we dan net die principes, dat het moet flitsen en dat het een uur wiskunde moet zijn en dan een uur houtbewerking, dat we precies die principes dan in ons onderwijs willen steken. Ik vind het ook nog altijd zeer veel waarde om eens iets te organiseren wat op langere termijn interesse en aandacht heeft. En een belangrijke koppeling die mijn collega maakte, vind ik ook, op zich, als men kan aantonen dat deze methoden inderdaad resultaten halen en de eindtermen realiseren, dan zou ik er op zich ook geen probleem mee hebben. Dat is uw pedagogische vrijheid. Maar het probleem is... Deze school realiseert die eindtermen. Maar het probleem is dus net dat de peilingstoetsen aantonen dat 1/3 van de Vlaamse leerlingen, bijvoorbeeld in het basisonderwijs, niet de eindtermen wiskunde halen. En men gaat daar veel te snel aan voorbij. Het is een heel complexe materie onderwijs, maar zeggen elke leerling moet de eindtermen halen. Men heeft in het secundair onderwijs de basisgeletterdheid ingevoerd. Die moet door elke leerling behaald worden. En natuurlijk zouden we niet liever hebben dan dat ze het allemaal halen. Maar er zijn zo grote verschillen bij leerlingen met heel veel verschillende schooltrajecten. Want als we het daar straks hoorden van leerlingen blijven niet meer zitten. Er zijn al ontzettend veel leerlingen die schoolse achterstand hebben op het moment dat ze in het secundair onderwijs terechtkomen. Wat wil ik daar eigenlijk mee aantonen? Dat is dat we niet zo snel mogen A of B als conclusie trekken, dat we veel meer in de diepte moeten gaan bekijken waar inderdaad de knelpunten zitten en dat we daar iets aan moeten doen. En wat we ook graag zien is dat de school veel breder opengesteld is. We doen nu al aan duaal leren, maar er zijn nog zoveel meer mogelijkheden, ook via de nieuwe technologieën, om buiten de schoolmuren en het schoolgebouw ook nog te werken aan ontwikkeling en aan overdracht van heel veel kennis en vaardigheden. Dat lijken mij mooie woorden om mee af te sluiten. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Wouter Duyk, Orhan Agirdag en Raymonda Verdijk. Dit was Nachtwacht. U kan napraten over deze aflevering op de Facebookpagina van Canvas. En u kan ze opnieuw bekijken op VRT Nu of morgen gewoon op Canvas. Volgende week is politiek wetenschapper Olivia Rutazibwa mijn gast. Zij vindt dat blanke Belgen zich tegenover hun zwarte medeburgers nog altijd als koloniale heersers gedragen. Zijn blanke Belgen racistischer dan ze willen toegeven of kruipen allochtonen te makkelijk in de slachtofferrol? Nog een fijne avond en tot volgende week.